Dag lieve tweelingzielen en welkom bij deze video waarin we het gaan hebben over de 9-9 Engelenpoort en de ontwikkelingen die plaatsvinden met de nieuwe maan in het beerseizoen, de nieuwe maan in maagd. En die vindt plaats op 15 september. De maand september staat helemaal in het teken van de moederwond en daar gaat deze video dan ook over. Mijn naam is Avalon Shamaan en ik begeleid de tweelingzielen naar hereniging met elkaar. En dat doe ik door shamanistische reizen te geven. Je kunt daarvoor lid worden van een Facebookgroep. Daarin vind je allemaal tarotreadings terug, de tweelingzielen tarot Facebookgroep. Op dit moment zijn we met meer dan 3600 vrouwen in de groep. Dus echt super mooi om te zien hoeveel tweelingzielen er nu aan het ontwaken zijn. He, want dat is het proces natuurlijk waar we doorheen gaan op onze tweelingzielenreis. Het is een ontwakingsproces. Wat ik heel veel nog terug zie komen bij tweelingzielen is dat we heel erg gericht zijn op het bereiken van dat doel. Maar het gaat juist om de reis waar we mee bezig zijn. En om het doorbreken van patronen en het terugkomen bij onszelf. Bij onze eigen kracht, bij onze ware zelf. En niet onze zelf die verborgen ligt onder allemaal maskers. Hè? Dat merk je misschien ook wel bij jouw Divine Masculine. Maar echt onze echte ware zelf. Hoe wil jij nou leven in dit leven? Waar heb jij nou voor gekozen als tweelingziel voordat je incarneerde? Hè? Voordat je dat fysieke lichaam koos, wat was toen wat je hier wilde komen leren op deze aardeschool? En dat mogen we niet vergeten. En dat help ik de tweelingzielen te herinneren. Op 9-9 tijdens de krachtige Engelenpoort vindt er daarom een Elohim Engeleninwijding plaats. Waar ik nog wat meer over ga vertellen. En op 15 september vindt er weer een tempelinwijding plaats. En dat is een inwijding om echt een nieuwe cyclus voor jou te beginnen. We reizen af naar de tempel van Ascensie. En dat betekent dat we nu in de omslag staan van de natuur. Dat we echt ons bewustzijn mogen gaan verhogen. Dat we echt met de energie van Moeder Aarde mogen meegaan en mogen ascenderen. Nou, misschien heb je wel eens van dat woord gehoord. We gaan daar wat meer over praten in deze video. Ik ga proberen om het niet te lang te houden, want ik kan echt uren kan ik lollen. Daarom heb ik ook Amazoniet om. Deze vond ik laatst op de markt. Mooi, hè? Dus ik zond een wens uit. Ik doe ook heel veel met manifesteren. Daar hoor je mij ook wel over praten op mijn Instagram pagina. De links vind je allemaal hieronder. Dus ik zond de wens uit. Ik wil graag een nieuwe tiara. Ik heb een tiara met amethyst. Maar ik weet niet. Ik wilde gewoon een nieuwe. Nou ja, zo gaat dat. Je hebt een auto. Je bent een nieuwe. Je hebt dit. Je bent een nieuwe. Hè? We mogen genieten van de materie. Dus ik wilde een nieuwe. Ik ben er hard genoeg voor. Nee. En dit is dus Amazoniet. En die vond ik op de markt. Terwijl ik normaal altijd op Etsy zit te bladeren. En dan ga je er dus zelf naar op zoek. Maar wanneer je loslaat en jij op je gevoel afgaat om bijvoorbeeld dat je wordt getrokken naar een bepaalde winkel of naar een bepaalde straat of om contact met iemand op te nemen. Wat gebeurt er dan? Dan vind je dus deze mooie tiara bijvoorbeeld. Hè? Met edelsteen Amazoniet daarin. Amazoniet helpt tegen ADHD. Dat heb ik. En dat is dus goed om deze steen te kopen. Het helpt heel erg van de hak op de tak springen. Ik kan niet beloven dat het helemaal goed gaat deze video. Maar het helpt ook met de filter die ontbreekt bij mensen met ADHD. Dus alles komt keihard binnen. Je kan dus ook heel erg gevoelig zijn voor prikkels. Ik kwam er overigens pas op 33-jarige leeftijd achter dat ik ADHD had. Het verklaarde een hele hoop dingen van mijn jeugd en van mijn schooltijd. Dat ik me nooit kon concentreren. Dat ik altijd door de les heen zat te praten. Dat ik heel vaak naar de wc ging, want ik moest lopen en opstaan. En Amazoniet helpt dus om die filter wat meer... ja, ik wil niet zeggen dat het een filter bouwt. Maar het helpt je wat beter te filteren van wat je wel wil toelaten en wat je niet wil toelaten. En omdat die filter op dat brein ontbreekt, is dat soms voor mensen met ADHD of met ADD heel moeilijk om een overzicht te kunnen hebben bijvoorbeeld van alles wat er maar binnenkomt en van alles wat er maar speelt in je leven. Dus zeker een steen, een edelsteen om mee te gaan
werken. En het zorgt er bij mij ook voor dat ik me echt voel als dat ik weer van de Amazone ben. Weet je wat? Van de Amazone. Als ik weer voel dat ik in mijn kracht sta. En dat ik gewoon mijn zwaarden wil pakken of zo. En aan lianen wil slingeren. Zo, van de Amazone. Nou ja, dat is een beetje zoiets. Hè. De afgelopen volle blauwe supermaan. Die hebben we dus net achter de rug. Die stond in het teken van de Zwarte Panter. De shamanische reis. Daaraan deden 96 vrouwen mee. Zo gezegend. 96 vrouwen hebben zich verbonden met de kracht van die Zwarte Panter. Nou, voel jij nou nog hè, dat de Zwarte Panter je wel trekt? Dat is echt de Dark Divine Feminine. Hè, misschien dat je gevoelens van jaloezie vasthoudt. Dat je jaloerse gevoelens ten opzichte van de vriendin van je tweelingziel misschien hebt. Of dat je jaloerse gevoelens hebt ten opzichte van een baan van iemand. Of hè, heel veel stemmingswisselingen. Dan kun je die reis nog nabestellen met de Zwarte Panter. Die laat ik nog open, omdat dit echt een hele krachtige reis is. Om te verbinden met de kracht van de Zwarte Panter. Het is ook een hele goede voorbereiding om dus al die zware energie uit je los te laten. Want dat doen we dus met de kracht van de Zwarte Panter. Dan halen we echt omhoog wat er nog wil worden gezien, waarin je jezelf saboteert in hereniging met je tweelingziel. Zodat je dus het licht kunt gaan ontvangen, meer licht kunt gaan ontvangen en ook manifestatie. 99 engelenpoort, dus de energie van de Elohim engelen, is echt heel krachtig voor manifestatie in jouw leven. En dat is dus anders als de energie van de tempelinwijding. Maar beide verbinden wij ons met de witte kosmische vlam van aarding, van ascensie, van ja, mijn hogere bewustzijn haal ik hier naar de aarde. Nou, en wat is er nou voor nodig? Ik ga even de heilige ruimte openen, zoals ik dat altijd doe als Quero-shamaan, zodat er helende boodschappen kunnen binnenkomen. Wat is er nou voor nodig om meer licht uit te nodigen in je leven? Is echt het doorbreken van jouw moederwond. Dat is de vrouwelijke, voorouderlijke familielijn. En dat is dus echt dat we verbrand zijn op brandstapels in vorige levens. Dat we verbannen zijn. Dat we onze waarheid niet mochten uitspreken. We hebben ons kleiner gemaakt. We zijn gaan dragen. Heel veel door het masculine collectief zijn we onderdrukt geweest. Echt door mannen zijn we onderdrukt geweest. En dat gaat zich nu steeds meer openen. Dus we gaan ons daar steeds meer van losmaken. Maar wat ik bij heel veel tweelingzielen nog terug zie komen, is dat er een extreme afhankelijkheidsband is ten opzichte van hun tweelingziel. Oh, heeft hij al geappt? En ik heb daar zelf ook aan meegedaan. Ik heb dat zelf ook moeten doorbreken voor mezelf. Maar dat we ons dus heel erg afhankelijk opstellen van hoe we ons voelen. Of de ander wel of geen contact heeft opgenomen met ons. Of dat het bericht van de ander wel of niet leuk is. En misschien niet alleen maar met je tweelingziel, maar ook met anderen. Dat is echt die moederwond. Dat is echt het ontkennen van jezelf. Het ontkennen van jouw eigen kracht. Van jouw verlangens en jouw eigen behoeftes. Door te gaan dragen voor anderen. Anderen te willen helpen met hun problemen. Nou, we gaan eerst even de heilige ruimte openen. Blijf vooral kijken als je dit soort dingen herkent voor jezelf. En mocht je me nog niet volgen, druk dan even op het knopje volgen. Zo, dan word je op de hoogte gesteld van nieuwe video's. Via taxi, mira coche, pacha camari. Ave Maria. Thank you.
kwam is dit al van me gewend. Die ligt hier. En die kijkt er al niet meer van op. Voor in het begin was ze... Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Gevaar! En nu is het van... Oh, mijn moeder is weer zo bezig met dat Indianen gedoe en zo met haar werk. Ik let wel op de teller hoor, dat ik niet zo maar weer 3 uur aan het kletsen ben. De Maria Magdalena kaarten kwamen bij mij omhoog. Ja, wij gaan ons dus hebben. Kijk, oké. Okay. Er komt van alles door in mijn hoofd, maar dan moet ik het even in. Moet ik het even categoriseren? Dank anders niet. Als eerste, de edelstenen waarmee wij samen gaan werken. Tijdens de shamanische reis, hè? Als je daaraan wilt meedoen. Niks is verplicht natuurlijk. Hè? Nee. Dan kun je sneeuwkwarts voor jezelf aanschaffen. Deze steen helpt ontzettend met los te laten. Is een wat mildere variant van de bergkristal. Nou ja, je ziet ook dat die sneeuwwit is. Sneeuwkwarts. En we werken ook met azuriet. Dat is de blauwe. En azuriet, dit is azuriet samen met malachiet, met groen erbij. Azuriet is een hele krachtige, inzichtgevende steen. Die haalt hogere wijsheden terug in je leven. En azuriet helpt dus echt om je talenten weer te gaan ontdekken. En om dus weer jezelf terug te vinden. En helpt je ook te verbinden met de opgestegen meesters. En de combinatie met malachiet erbij helpt je om je te verbinden met aartsjongen Raphaël. En die helpt dan echt jouw hogere wijsheid als heler terug te halen. Nou, en daar staat dus de maand september voor. Dat is echt de maand van de transformatie. Het is ook de maand waarin de herfstequinox plaatsvindt. Hè? De omslag naar de herfst. En afhankelijk van of de volle maan in september plaatsvindt, het dichtste bij de herfstequinox, of in oktober dichtste bij de herfstequinox, dat is de volle oogstmaan. Dus die oogstmaan is ook wel het getal 10-10 waar we naartoe gaan. De 10-10 Engelenpoort, daarop zijn we nu in voorbereiding. En we bouwen dus op naar die oogst. En dat betekent dat als jij vanaf de lenteperiode, hè, in de winter krijg je de zaden geplant. Dit leer je allemaal van mij met het medicinaal jaarprogramma, wat iedere lente opnieuw start. Daarvan vind je de links ook allemaal hieronder. Daar doen nu dit jaar 20 vrouwen aan mee. Het is een online programma, daarmee begeleid ik je dus door de energie heen. Dus wanneer je de zaadjes die je in de winter, hè, de vernieuwing die in de winter plaatsvindt, je gaat dat in de lente ga je dat laten groeien. Dan ga je dat in de zomer ga je dat in bloei zetten, zodat je dat in de herfst kunt gaan oogsten. Dat is 1-op-1 wat er gebeurt met jouw tweelingziel in jouw buitenwereld. Want dit hangt namelijk volledig af van de communicatie die jij met jouzelf hebt en jouw eigen binnenwereld. Dat is de moeder aarde astrologie die ik onderwijs. Dat is zo binnen, zo buiten. Er wordt ook wel gezegd, hè, zo boven, zo beneden. Zo beneden, zo boven. Nee, zo boven, zo beneden. Hè. Dus wat er in de bovenwereld, hè, in de hemel afspeelt, dat vindt zich ook op aarde. Maar ik geloof erin. He, dat is de moeder aarde astrologie van de Native-Amerikanen. Noord-Native-Amerikanen is dat. En ook de Quero-shamanen geloven erin. Is dat God stroomt door ons heen. He, dus jouw innerlijke wereld. Hoe jij jou voelt van binnen. Dat uit zich in jouw buitenwereld. Dus jij kijkt met de ogen van jouw eigen trauma naar buiten. Jij kijkt met de ogen van jouw eigen hartzeer naar buiten. Dus als jij een rijkelijk verleden hebt, zoals ik dat heb, met alleen maar narcistische mannen, dan kijk je dus vanuit de ogen met dat jij mannen dus minder vertrouwt in je leven. Want ze zullen wel altijd narcistisch zijn. Hè? Of hè, je hebt een bepaalde muur om je heen gebouwd. Nou, die maand september met getal 9 en het begin daarvan is echt de 9-9 Engelenpoort. Daar gaat echt krachtig wit licht mee naar de aarde komen. En met die Elohim Engelen inwijding help ik jou dus om dat witte licht, die kosmische witte vlam, te aarden in jouw energieveld. Er vinden ook tijdens beide reizen toepai plaats. En dat is een krachtige energietransmissie tussen het derde oog en het hartchakra van de tweelingzielen. Die ervoor zorgt dat jullie meer in eenheid met elkaar worden gebracht.
Nou, voorbeeldje. Ik heb dus laatst met tweelingziel weer gesproken. In de live uitzendingen geef ik daar ook altijd meer updates van. En de eerstvolgende live uitzending vindt plaats op 9-9 ook. Omdat dit toevallig op een zaterdag valt. Normaal vinden de live uitzendingen plaats op zondag. Maar deze keer valt het op een zaterdag, de 9-9 Engelenpoort. Dus om 10 uur in de ochtend hebben we dan eerst een gratis live uitzending. Daaraan kan iedereen dus meedoen. Wanneer je lid wordt van de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. En heb je geen Facebook, dan is het echt aan te raden om daar gewoon apart een account voor aan te maken. Om 10 uur vindt dan die live uitzending plaats. Daarin mag je ook je vragen aan mij stellen. Kun je niet om 10 uur, dan kun je hem eventueel nakijken. Ik beantwoord dus ook direct jouw vragen daarin. Nou, de vorige live uitzending waren we met ongeveer 90 vrouwen die daaraan meededen. Dus dat is natuurlijk super mooi. Ook de energie van de vrouwen allemaal onderling. Je voelt je zo verbonden omdat we gewoon gelijk gestemd zijn. He, dus misschien ben je al een tijd op zoek van, nou ja, ik wil zo graag gelijkgestemde in mijn leven. Dan vind je die echt in de Tweelingzielen Tarot Facebookgroep. Het heeft mij ontzettend geholpen. Ik ben de groep opgezet in 2019. En kun je zien hoe we nu al zo gegroeid zijn. Hoeveel tweelingzielen er zijn gaan ontwaken. Het heeft mij heel veel geholpen op mijn reis om te groeien. Maar vooral om erkenning en herkenning bij mezelf te vinden. Om mezelf niet zo'n vreemde eend in de bijt te vinden. Weet je, als je omgeven bent door mensen die zich minder bewust zijn als dat jij je bent. Wat vaak gebeurt, hè, bijvoorbeeld op je werk of in je familie. Omdat jij de voorloper bent als tweelingziel. Om dus de anderen te helpen te verhogen in bewustzijn. Dat hoef je dus niet te doen door steeds de ander te helpen met van alles in jezelf daarvoor op te offeren. Maar dat doe je dus door zelf je eigen bewustzijn te verhogen. Omdat je aura dan meer licht gaat uitstralen. En dit is ook echt een krachtige boodschap van de Elohim-engelen. Purity en Astrea, waar wij ons mee verbinden. Zo heten deze Elohim-engelen. En aartsengel Gabriel en Hope zijn bij ons. Gabriel en Hope van de aartsengelen om echt ons te helpen om wat minder in die helpersrol te gaan zitten. En wat meer te mogen vertrouwen op dat het allemaal wel goed komt. En dus ook met jouw tweelingziel. Je hoeft de ander dus niet constant te helpen. En je hoeft de ander dus niet constant inzichten te geven. En van alles met de ander te bespreken bijvoorbeeld. En allemaal kaarten te sturen. En oh, je hebt problemen, kom maar weer naar mij. Hè? Terwijl de ander misschien gewoon een vriendin heeft of een partner. Nee, dat hoeft dus niet. Je wil dus juist dat die ander het bij zichzelf gaat zoeken. Nou, hele mooie ontwikkeling tijdens de volle blauwe supermaan ook. Is dat ik dus op de dag van de volle blauwe supermaan mijn tweelingziel sprak. Ik stuurde hem een advertentie van een lege bus wat ik had gezien. Hij heeft al een tijdje in zijn hoofd dat hij misschien in een bus wil gaan wonen. Nou, dat is zo gekomen omdat wij in gesprek zijn gegaan met elkaar. En daardoor zie je dus ook dat het wel belangrijk is om gewoon jezelf te kunnen en mogen zijn. Dus ik heb toen uitgesproken naar hem van, nou ja, ik heb altijd het gevoel gehad dat jij het meest gelukkig zal zijn wanneer je in een bus woont. Hè? Wanneer je on the road bent en woont. Nou, ik sta zelf op het punt om in een camper te gaan wonen. En echt ja, de vastigheid zeg maar los te laten. Omdat ik nu echt die vastigheid binnen in mezelf heb teruggevonden. Die stabiliteit. En hij heeft de hele tijd gezegd. Nou nee, dit en dat. Nou, hij moest er allemaal niks van weten. En met de volle blauwe supermaan. En zo zie je dus die opbouw in de energie waar we naartoe zijn gegaan. En nu die volle blauwe supermaan, zei hij tegen mij. Ja, en ik had hem dus die advertentie gestuurd van die lege bus. Ik zei tegen hem, misschien kun je zelf je bus verbouwen. En toen zei hij tegen me, nou, daar heb ik aan gedacht, zegt hij. Toen dacht ik, haha, dat weet Spirit hoor. Ik voel niet voor niets om dat zo naar jou te sturen. En deze spirituele verbinding versterkt dus ontzettend door die shamanistische reizen. Dus je gaat de ander veel beter aanvoelen. Je gaat de gedachten van de ander beter kunnen horen. Beter kunnen voelen. Je gaat veel meer contact krijgen met jouw spirit. Hè? Mijn bedrijf heet Vind Jouw Spirit. En dat is nodig zodat jij je hogere krachten hier naar de aarde brengt. Even een mooie boodschap van Maria Magdalena. Ja, nou. We gaan altijd even de kaarten schoonmaken. Dus wat mag jouw transformatie dus zijn? Ook in relatie met jouw tweelingziel.
Hè? En ik ga in de live uitzending van 9-9 ga ik dieper in op die moederwond. En dan kun je me ook je vragen daarin stellen of misschien je eigen verhaal delen. Het is ook handig als ik gewoon het hele dek schoonmaak en niet één kaart. Zo, ja. Vorige levens, zegt Maria Magdalena. Het is dus heel belangrijk om je te realiseren. En dit is jouw transformatie voor de maand september. En of dit nou heel bewust doorbreekt bij jouw tweelingziel is iets anders. Maar wat jouw tweelingziel wel zich kan gaan realiseren. Hè, en dat werkt ook door op jouw tweelingziel. Wanneer jij de shamanische reizen ondergaat en wanneer jij Tupai ondergaat. Werkt dat ook door op jouw tweelingziel. Op het onderbewustzijn van jouw tweelingziel. En dat is dat de ander toch die klik gaat voelen, hè, met jou. En dat jij je dus ook gaat realiseren. Ja, wij hebben vorige levens samen gehad. En die klik die gevoeld kan worden van die vorige levens is een soort van belonging. Het is een soort van ja, ik voel mijn bestemming. En ja, wauw, ik voel eigenlijk een hele sterke klik met haar. Maar ik weet niet zo goed hoe ik dat nou moet plaatsen. Maar dat is dus echt het doorbreken van nou ja, dat we gewoon hier maar op aarde zijn. En dat we hier alleen maar mens zijn. Nee, we zijn spirit. En wat deze energie ons ook vertelt, een emotionele kwestie die u al een tijd dwars zit, wordt nu door uw dromen opgelost. Het is ook heel belangrijk om echt bezig te zijn met dromenduiding. Als jij je dromen dus onthoudt, zorg er dan voor dat je ze opschrijft. Ja, wat deze eigenlijk vertelt, deze kaart van vorige levens, is dat in de maand september mag er echt heling gaan plaatsvinden van die vorige levens. Dus dat komt ook in die tempelinwijding, komt dat heel sterk terug. Dat we die vorige levens samen met elkaar hebben gehad. Ook inzichten van jouw vorige levens kun je zelfs krijgen. Zo kreeg ik na de opname van de tempelinwijding, neem ik altijd vooraf op. Zodat ik hem in de webshop al kan plaatsen. Verkreeg ik ook allemaal inzichten van mijn vorige leven met mijn tweelingziel. Waardoor ik echt zo'n klik had en dacht van, ja, it makes sense. Ja, ik snap nu waarom wij deze bepaalde stukken aan het uitwerken zijn met elkaar. Hè? Je hebt bepaalde afspraken gemaakt met je tweelingziel. Dat komt ook heel specifiek naar boven in die tempelinwijding van 15 september. Dus misschien krijg je ook wel inzichten over wat voor afspraken je gemaakt hebt met je tweelingziel. En bevrijding, zegt Maria Magdalena. Bevrijding, er komt een bepaalde mate van bevrijding. Dat is echt dat oogstseizoen, die volle oogstmaan, hè, waar we nu naartoe aan het werken zijn. Ja, die zegt echt, je gaat je bevrijden van die emoties van dat verleden. En dat is niet alleen maar emoties van je vorige levens, hè, maar wel een groot deel. Want dat draag je nog bij je, die energie van je vorige levens. Maar het is ook een bevrijding van de emoties in dit leven. Zo kan het dus zijn dat jij bijvoorbeeld een moeder in dit leven hebt of hebt gehad. Die heel erg verstikkend was. En niet in slechte zin. Hè? Ik heb zelf een hele lieve moeder. Maar ja, ze is heel erg overbezorgd. En ik zie dat bijvoorbeeld ook bij mijn tweelingziel. Dus die, ja, die rukt zich heel erg los. Van, oh, je moet niet te veel controle over me willen hebben. En in die zin zie ik dat in de spiegel bij hem. Maar wat ik ook bijvoorbeeld zie, is dat hij heel erg zich afhankelijk opstelt van de energie van een ander. Hè? Van de liefde van een ander, van de bevestiging van een ander. En in zijn geval van de bevestiging van andere vrouwen. Dus dat is een patroon waar hij nu mee bezig is om dat te gaan doorbreken. En hij heeft altijd gezegd, ik keer terug naar het eiland wanneer ik al dat oude achter me heb gelaten en af heb gesloten. Toen dacht ik, bingo, want dat doe ik mijn deur niet open voor je. Maar ja, het is dus heel belangrijk dat hij dat voor zichzelf doorbreekt. En daar help en ondersteun ik hem dus bij door zelf mijn eigen innerlijke werk te verrichten. En dus heel bewust bezig te zijn met mijn eigen moederwond. En dat gaan we dus doen. Tijdens deze shamanistische reis in de maand september. Het kan dus ook zo zijn dat jouw tweeling zo'n hopper is. Hè? Van de ene relatie naar de andere relatie. Dat doet mijn tweeling ziel bijvoorbeeld heel veel. Ja, miracles. Miracles, ik zou daar woord. Miracles.
En we zien ook het alziende oog en het kruis van Ankh. En dat vertelt ons echt, ja, die bescherming is zo belangrijk. En dat is ook de kracht van sneeuwkwarts. He, die kracht van sneeuwkwarts die zegt echt, ja, bescherm je wat meer tegen negatieve energie. En ga je dus ook realiseren wanneer jij dus in die neerwaartse spiraal terechtkomt. En dat is dat bewustzijn wat met die vlam van de ascensie bij jou mag gaan ontwaken. Zodat jij weer je aandacht kan richten op miracles, op wonderen die bestaan. En dat wonderen echt mogelijk zijn voor jou in je leven. Nog één kaart die gezien wil worden. En wanneer jij dat toelaat, die wonderen in je leven. Ja. Kijk. Hup. Hup, 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 hup. Boodschappen, boodschappen. Transformatie van de beminde. En er wordt een beslissing genomen. Nou, kan het nog mooier dan dat dit de volle blauwe supermaan is? Come on. Dus het is echt een beslissing die genomen is vanaf die volle blauwe supermaan. Van ja, ik wil het anders doen voor mezelf. En dat betekent dat er een transformatie mag gaan plaatsvinden. Want die volle blauwe supermaan is de klap erop. Dan betekent het dat we gaan loslaten in de afnemende maandcyclus. En dat we dus in de maand september de 9-9 Engelenpoort en de 15-9 Nieuwe Maan. Dat we dus echt de beminde. Dat we die connectie met onszelf weer gaan maken. Met de tweelingziel die wij zijn. Met de wonderen die wij kunnen verrichten hier op aarde. Dat is onze transformatie. Ja, en wanneer jij dat dus voor jezelf kunt doormaken, die transformatie. Let op, wanneer jij dus in je eigen bubbel blijft zitten. En dat er dus nooit iets, dat je geen actie onderneemt. Dat je al heel lang voelt dat je een bepaalde opleiding wilt gaan volgen. Maar dat je dat gewoon niet doet. En dat je zoiets hebt van, ja, maar mijn baan is gewoon fijn en ik heb de zekerheid van geld en ik wil dat eigenlijk niet loslaten. Dan vindt er geen zielsgroei plaats voor jou. En dan vindt er dus ook geen hereniging plaats met je tweelingziel. En zullen jullie constant door blijven gaan met dat duw- en trekwerk. Of misschien helemaal niet in contact met elkaar zijn. Serapis B is de opgestegen meester waarmee wij ons verbinden en door wie wij worden ingewijd. Tijdens de tempelinwijding, tijdens de nieuwe maan 15-9. En die zegt, ga nu. Oké. Nee. Flauwe grap. Die zegt, ga nu. En die zegt dus, jij hebt alles al in je om je open te stellen voor een liefdevolle romantische relatie. Alleen, zoals ik aan het begin van deze video zei, is wij denken vanuit ons trauma. En wanneer wij denken en kijken vanuit ons trauma, dan denken we dus dat we de kracht en de macht niet in ons hebben om zelf ons leven te leiden zoals wij dat willen. Om zelf onze eigen beslissingen te nemen. Om in verbinding met onszelf te kunnen blijven staan. En dat is ook de kracht van de Zwarte Panter van de afgelopen Inca baarmoederzegening. Die zegt echt, ja, sta rock solid met jezelf. Ondanks dat er energie van buiten afkomt, wat jou dus uit je doen haalt, ga je weer terug naar jezelf. En dat is die klap met die volle blauwe supermaan. En dat mogen we dus met die 9-9 Elohim Engelen inwijding. En met de nieuwe maan mogen we dat gaan aarden. En dat betekent, veel tweelingzielen zijn nog best wel bang om zichzelf te verliezen in een relatie. Bang om gekwetst te worden. Bang om zich helemaal bloot te geven. En dat mag transformeren. En Serapis B zegt, ga nu. En wat ik heel sterk voel. Oh ja, en Angus, opgestegen meester Angus, staat ons ook bij. Prachtig, de kracht van de witte zwanen. Misschien zie jij ook wel witte zwanen. Dan weet je dat opgestegen meester Angus bij jou is. En die helpt dus echt om te herenigen met jouw tweelingziel. En dat betekent dat het dus voor jou heel erg belangrijk is om in te zien dat jullie met een hoger plan hier naar de aarde zijn toegekomen. Ja, en wat ik dus bij jouw tweelingziel heel sterk voel, is dat de ander nu in een transformatie zit, waardoor er meer ruimte wordt gegeven aan de spirit.
En meer ruimte geven aan de spirit betekent dus liefdevoller voor jezelf zijn. Dat is die moederwond, je eigen goede moeder zijn. He, we zitten en dus niet constant alleen maar een goede moeder voor anderen zijn, maar ook voor jezelf. Want je kan pas geven aan een ander wanneer je jezelf voldoende bent opgeladen. En dat betekent ook dat bij jouw tweelingziel het wel eens zo zou kunnen gaan zijn dat er meer inzichten gaan komen over de zielsmissie. Omdat de ander meer wordt afgestemd met die transformatie op wat hij of zij nou zelf wil, individueel. En dat betekent het loskomen van die buitenwereld. En dat betekent, ik kan mijn eigen geld creëren. Ik kan mijn eigen bedrijf creëren. Ik kan mijn leven creëren zoals ik dat wil. Dat is jouw hogere kracht. Ja, we worden eventjes nu gebracht bij dat we het even heel specifiek over relaties willen hebben. Want wat zien wij hier in de kaarten? De Ten of Cups. Dus wat we gaan zien is dat hij in de transformatiemaand meer... Hè, we hebben dus nog steeds Mercurius retrograde tot 15 september. En dat betekent dat Mercurius retrograde helpt ons echt in te zien hoe wij met onszelf communiceren. En of wij geloven in dat wij dit kunnen manifesteren voor onszelf. Dat we liefde waard zijn. En zolang jij dat niet gelooft, zal jij jouw tweelingziel niet aantrekken in harmonie in je leven. En dit is een hele belangrijke boodschap. Want het is voor jou heel erg belangrijk om dit te voelen binnen in jezelf. Om te geloven dat jij het waard bent om een liefdevolle relatie te hebben. En mijn laatste boodschap naar mijn tweelingziel in voice message was... dat ik het heel goed van hem vond dat hij nu bezig was met het doorbreken van die codependency. Met het doorbreken van die afhankelijkheid van andere vrouwen en van andere mensen. Zodat hij zich klaar aan het maken is voor een gelijkwaardige relatie. Met een gelijkwaardige partner. Een liefdevolle romantische relatie. Ik zei natuurlijk niet met mij, want mijn tweelingziel is op dit moment echt nog zo van... Je moet bij me op afstand blijven. Want die is als de dood dat het serieus wordt. Dus ik zei ja. En dan in je toekomst met iemand. Zo een beetje in het midden houden. Maar dat heb ik naar hem uitgesproken. Dus hij mag dat weer gaan zien. Hij mag gaan zien van ja, eigenlijk wil ik dat. Dat is mijn verlangen. Maar wat ik ook bij hem heel erg voelde. En dat voel ik heel erg nog in het masculine collectief. Hij zei echt tegen mij van ja... Hij is in de 40 nu en zei hij, ik ben dan alleen nu wel op het punt dat ik heb geen relatie. Ik heb geen baan, want hij gaat zijn baan opzeggen. En ik heb geen inkomsten of zo. Niet alles eigenlijk wat zeg maar wat mensen denken dat stabiliteit is en succes is. Het buitenplaatje, dat had hij dan allemaal niet. En toen dacht ik, ja man, maar jouw perspectief van succes... moet niet buiten jezelf liggen. En dat is wat mag gaan shiften. Wanneer dat dus kan gaan shiften. En dat voel ik heel sterk voor het masculine collectief. Dat perspectief gaat meer naar binnen. Dat is de vrouwelijke energie. De divine feminine. De septembermaand is echt een vrouwelijke energie. Dus dat waar de augustusmaand echt een mannelijke energie was. Van het doen en actie ondernemen. Dus dat rustige vaarwater waar we in terechtkomen. Being the mermaid. Zorgt er dus voor dat jij op een punt aankomt in je leven. Dat je jezelf gaat toestaan om je leven zo in te richten. Dat jij het leeft zoals jij het wilt leven. En dus ook ruimte maakt voor een partner. En dat kan dus niet wanneer jij constant maar onderweg bent. En samenwerkt met allemaal anderen. Misschien jij of misschien jouw divine masculine. Samenwerkt met die partner en die partner en die partner. En dan weer daar een relatie, daar een relatie, daar een relatie. Nee, hij zal die stabiliteit meer in zichzelf moeten gaan vinden in zijn leven. En dat is echt die Ten of Cups. Die stabiliteit binnen in zichzelf. Zodat hij dat ook kan gaan uiten naar buiten toe. En zodat hij dus ook echt een stabiele romantische relatie voor zichzelf kan manifesteren. En ook stabiel werk. En ja, hoe hij het graag wil. Ja, en de Five of Wands vertelt ons dat de strijd is nog niet helemaal voorbij.
Mocht het zo zijn dat jij ruzie hebt met je tweelingziel, dan kan het ook zo zijn dat in die transformatiemaand de strijdbijl begraven gaat worden. Dat blokkades gaan worden opgeheven op WhatsApp en dat jouw tweelingziel toch meer die schaduw gaat toelaten, toch meer dat donker gaat toelaten. En dat er een bepaalde overwinning komt tussen jullie. Nou, en op deze overwinning wil ik wel graag dieper ingaan. En het heeft ook met de verhuizing te maken voor sommigen. Wil ik dieper, en ook voor de Divine Masculines hoor ik heel sterk. Wil ik dieper gras, hoor ik. Oké. Zo willekeurig zoals het doorkomt. Basilicumplantje heb ik hier achter staan. Nou ja, wie weet. Allemaal tekens en inzichten voor jullie. We gaan hier dieper op in tijdens de live uitzending op 9-9. Dus doe daar vooral aan mee. Goed, lieverd. Alle links vind je hieronder de video. Tot snel. Ik ga de heilige ruimte sluiten. Ik sluit hier bij de heilige ruimte. Zo gemakkelijk gaat dat. En ik ga hem even schoonmaken. En we danken natuurlijk al onze gidsen die bij ons aanwezig waren. En de Apoes, de heilige bergspirit van Peru met hogere inzichten.